Goedenavond, dames en heren. Dit is SBS 6 Sport met mooi en veel voetbal vanavond. We zitten midden in de achtste finales van de Amstel Cup. Morgen is PSV tegen Vitesse. En vanavond staat Roda JC tegen Ajax op het programma. En daar zijn we live bij. Verderop in de uitzending nog drie andere Amstel Cup duels. Maar we beginnen dus met Roda tegen Ajax. En de winterstop is voor Ajax wedstrijd technisch gezien dan geen groot succes geweest. Want er werd niet één oefenduel gewonnen. Maar trainer Wouters heeft de accenten verlegd, speelt met een ander systeem. Hans Kraaij junior weet daar alles van, sprak met Wouters vlak voor de wedstrijd en vroeg hem waarom die er klaar voor is. Ja, we hebben qua training een goede voorbereiding gehad. En dan zie je toch iets groeien in de groep. En dan zie je dingen eruit komen. Wat heb je zien groeien, wat heb je eruit zien komen? Ja, dat je iets nieuws probeert en dat dingen die je aangeeft, dat die ook inderdaad lukken. En dat de spelers dat aannemen en begrijpen. En dat je dan werken en aan de hand daarvan, hoe men traint, hoe men ermee bezig is, ga je ervan uit dat iedereen er klaar voor is. Ja, we gaan het niet te moeilijk maken, want Truus uit Assen kijkt hopelijk ook vanavond. Maar jullie gaan vanavond met twee vrije spitsen spelen, Krunkjær en Maglas. En aan de zijkant Brian Laudrup, want het is Brian Laudrup volgens jou. En aan de andere kant Dani Vrij, klopt dat? Ik ken Truus uit Assen ken ik niet, maar iedereen heeft het over systeem, maar het kan vier spitsen zijn, het kan twee spitsen zijn, het kan één spits zijn. Dat is gedurende de wedstrijd veranderlijk. Het is wel zo dat ze wat meer vrijheid hebben voorin. Ja. Ik hoop dat jij ook geniet van je vrijheid op de bank. Ik hoop dat je een leuke wedstrijd hebt. We wensen je veel succes, Jan. Oké, dankjewel. Hoi. Seffe Roosen, trainer van Roda JC. Jullie hebben vorig jaar voor de Amstel Cup volop in de aanval gespeeld, 70 minuten lang kans gecreëerd, maar jullie zijn weggecounterd. Hoe ga je het vanavond doen? Eigenlijk niet anders. We hebben een bepaalde stijl van voetballen. En daar hoort een soort agressief aanvalspel bij. De omstandigheden vandaag zijn natuurlijk wel wat anders. Hè. Het veld is hard, vorig jaar hadden we te maken met een normaal grasveld. Maar de stijl kun je niet verloochenen. Je moet wel natuurlijk orde in de tent houden. Maar het heeft geen zin om hier voor de goal te gaan staan. Maar gaan jullie ze afjagen of zeg je van we laten ze eventjes de opbouw verzorgen? Ja, dat mag. Maar daarna moet er wel de druk komen van ons, want dat is de stijl. En ja, het veld wat ik net al zei is even wat anders, dus dat is even wennen denk ik. Maar voor de rest heeft het geen zin om je stijl te verloochenen. Dus gematigd aanvallend? Aardig uitgedrukt zo, ja. Ja. Gematigd is misschien wat weinig, maar we gaan wel voor de aanval. Ik wens je veel plezier. Dank je. Dank je wel. En dan is het nu de hoogste tijd om aanvallend te gaan voetballen. Roda JC tegen Ajax. We zijn reuze benieuwd. We gaan over naar Kerkrade. Het commentaar krijgt u van Leo Oldenburger. Dames en heren, goedenavond. Het is koud. Het veld is kei en keihard. Maar er is redelijk wat publiek afgekomen op de achtste finale die vanavond in stadion Karl Heide wordt gespeeld tussen Roda JC en Ajax. En ook de heren Kalis en Van Praag van Ajax zeiden zijn natuurlijk aanwezig. Ik geloof niet dat ze bezig zijn alle mensen te tellen, want dat is nou even net geen doen. Je ziet het met name aan de overkant waar de mensen nog mogen staan. Staan ze dicht bij elkaar, dat is ook wel zo warm. In een achtste finale wedstrijd dus tussen Ajax en Roda. En dat is een beetje de traditie aan het worden, want het is voor de derde achtereenvolgende jaar dat het een achtste finale is tussen beide clubs. En als je de bekergeschiedenis een beetje doorneemt tussen Roda en Ajax, dan zie je dat Roda weinig successen heeft geboekt. 11 keer werd er in Amstel Cup verband tegen elkaar gespeeld. En slechts 1 keer wist Roda te winnen. 2 keer werd er gelijk gespeeld. En 8 keer in de Amstel Cup gingen ook bij naar Ajax. Vorig jaar hier werd het 3-0 voor een counterend Ajax. En het jaar daarvoor werd het 5-0 in de Arena. In de beide jaren dat Ajax de Amstel Cup won, dat was de laatste 2 jaar het geval. Het jaar daarvoor was Roda de bekerwinnaar. Hier de reservespelers van die naar boven komen. Dat zien door de spelers van Ajax en Roda onder leiding vandaag van scheidsrechter Jack van Hulten. Dat is heel boeiend om te zien wat voor schoeisel de heren dragen. Het zullen hele korte rubberen noppen zijn. Want lange noppen, dat heeft op een keiharde ondergrond dus geen zin. Welkom, dat geldt de spelers van Ajax en met name Roda voor deze wedstrijd. En ook uit Amsterdam is er redelijk wat publiek meegekomen, een aardig vakje vol. Dit is de opstelling van Roda JC.
met Kalac in het doel. Vier man achterin en vier man op lijn op het middenveld van Dessel. Die krijgt dus de ruimte aan die linkerkant. Zaffarin moet de ruimte benutten die er rechts ligt. Peters en Van Hout zijn de beide spitsen. Dat is Gilio Vrede. Kende veel blessures en nu voor het eerst weer een basisplaats voor hem. Onder andere ten koste gegaan van Humphrey Rudge. Dit dan de opstelling van Ajax. Vier mensen centraal op lijn achterin. Dan twee zomaar controlerende middenvelders. Dat zijn O'Brien en Winter. Krunkjer zal vlak achter Maglas komen te spelen. En de ruimte op links is er voor Dani. De ruimte op rechts is er voor Laudrup. Dit is Jesper Krunkjer. Minder dan een jaar geleden speelden beide ploegen ook tegen elkaar hier voor de Amstel Cup. Toen was ook Jan Wouters trainer. En Krunkjer is de enige speler die minder dan een jaar geleden ook in de basis stond bij Ajax. Voor de rest 10 anderen maar liefst aan Amsterdamse zijde. Maar geloof vorig jaar natuurlijk nog eigendom van Vitesse. We zijn onderweg. Met de Claire. Die zal dus met name te maken krijgen met Davy Zaffarin. En buitenspel voor Ajax, vrije trap dus voor Roda. Sender de rechtsback. Dani. Overtreding is er van Zaffarin. Krunkjer komt. Komt wel, Bob, komt wel. Peters wilde doorkoppen naar Van Hout. Je ziet meteen al, ook bij die actie van Kifu, dat het lastig zal zijn je hier staande te houden op dit veld. De Claire. Vrede. Komt terug naar Kalac. Kifu naar Dani en weer terug. Van Hout vervelend, vandaar balbezit voor Van der Leur. Van Hout met Vierklauw. Vierklauw moet dan een corner weggeven. Ik vraag met name aan Grim, waarom kwam je niet, jongen? Had je hem een beetje uit de sores kunnen helpen. Maar nogmaals, dat veld, daar moet je wel degelijk rekening mee houden. Corner van Van der Leur, natuurlijk Vrede ook mee voorin. Mag het over Vrede heen, dat gaat over veel mensen heen. Winter komt dan weg. Luipers krijgt dan de overtreding tegen zich gefloten. Nu duel met Brian Laudrup. Krunkjer. Dat is het probleem van dit veld. Als een bal net niet lekker is, maar een paar centimeter aan de verkeerde kant terecht komt, dan kun je moeilijk herstellen. Winter. Nieuwenburg. En dus kan ik me ook voorstellen dat de scheidsrechter wat Piet Luttiger fluit. Ook ter bescherming van ledematen van de spelers. Het laatst aangeraakt door Vierklauw. Peters, vrij trap. Overtreding Vierklauw. Van der Leur met de vrije trap. Het zijn lange mensen. Onder andere Peters. Die daar zijn hoofd tegen kon krijgen. Niet te lastig voor Grim. Nieuwburg.
Peters. Een aardige deur gelopen. Klaus springt in de rug van Peters. Vierklaus zegt ja, maar de aanvaller die gaat voorover, dan val ik er wel vanzelf overheen. Maar dit lijkt me toch wel duidelijk. De bal ligt natuurlijk op een lekkere plek. Het zou een klus voor Van der Leur moeten zijn. Onder protest op afstand. Dat mag direct Van der Leur. Het gaat direct en op de paal. En vervolgens Vrede die naast loopt bijna. Bijna de hele vroege voorsprong voor de ploeg van Seffen Goossen. De vrije trap van Van der Leur. En Vrede had waarschijnlijk niet op die bal gerekend. De bal die van de paal terugkwam. Aan de vrije trap van Van der Leur. Sender komt goed voor Maflas. Dani. Een keer weggestuurd, Luipers terug naar Kalac. Dani. De Cler. Winter zit ertussen, maar het is weer Roda. Vanuit. Samen met Kifu. En de Cler was een gefloten vrije trap voor Roda. Begin is voor zijn ploeg. Dat is een aardige draai. Er zijn natuurlijk mensen bij Roda voldoende die over goede kopkracht beschikken. Dit was Luipers, wat als laatste nog aangeraakt door Ajax ziet. Lange mannen genoeg. Tweede corner getrapt door Van der Leur. En weer gaan er een heleboel lange mannen de lucht in. Moet de bal van de doellijn worden gehaald. Laudrup even. Maar het is constant maar heel even. O'Brien glijdt er even weg. Zaffarin zenden. Daar komt Grim. Luipers met Maglas. Drinkje. Laudrup buitenspel. O'Brien zit ertussen. Het is Dani. Drinkje. Peters. De bal gelopen door Vierklauw. Dit is Nieuwenburg. Laudrup.
Winter. Peters, Zaffery gaat. Verdedigd daar door De Cler. Zender gaat gooien. Zaffarin. Van der Leur. Peter is net laat. Dan is hij voor Fred Grim. Het is Peter van Hout. Als hij zich omdraait, dan ziet u dat hij een hoofdwond heeft. Hij vecht dat regelmatig even af, maar hij mag wel doorspelen. De vraag natuurlijk hoeveel die last daarvan heeft. Hoe ziet het daar? Normaal gesproken zou je met een bloedende wond even aan de kant moeten. Maar Van Hout mag door. Dit is Laudrup die op zijn beurt door mag. Vrede. Nieuwenburg komt weg. Dus dan zijn we 10,5 minuut bezig. De beginfase van Roda is onder andere die bal van Erik van der Leur op de paal. Mag los. Valgaren. Peters zoeken was naar Van Dessel. Luipers. Van Haren, Van Dessel. Het is Peters samen met Vierklauw. En dat trap in het voordeel voor Rode JC. Voor de overtreding die Vierklauw daar maakt. Weer lang richting Peters. Dani. Claire, Dani, Frenkier samen met Luipers. En dan mag Ajax gooien. Dani, Kalac komt en heeft. Tifu. Winter, Laudrup. Vierklauw in het duel van Van Hout. Desalniettemin toch weer Rode JC. Met Van Dessel even. Tevoet. O'Brien. De Cler gaat op links. Dani kreeg daar niet meteen de tijd voor van Valgaren. Claire, Grunkier. En weer Grunkier. Goed werk van Van Dessel. Dit is Van Haren. Van Leur. Veel ruimte voor de middenvelders van Roda momenteel. Met Valgaren onder andere. Moeilijke bal richting Zaffarin. Die zijn lichaam daar onreglementair gebruikt. Warm aangekleed, de muts op en toch vriezend toekijken de bank van Ajax. Er is ook sneeuw voorspeld. Vierklauw. Peters, shirtje trekken met Kifu. Beide heren bezondigen zich eraan. Dan krijgt Kifu de vrije trap tegen en zegt ja. En hij dan,
doelend op Peters, want ze waren beide bezig. U ziet dat hier. Nou, omdat Peters als eerste ging liggen, denk ik dat hij het voordeel krijgt. Vrij trap weer van der Leur. Lange mannen, Vrede en naast. Ja, dat is toch wel een wapen waar Roda gebruik van kan maken. En dat ook graag wil. Die lange mannen. Peters, Vrede, Luipers. En daar kan Ajax geen lengte tegenover stellen. Vierklauw. Nou, dan moeten we weer terug. Ryan. Nieuwenburg. Vierklauw. Die voelt. Het spel voor Grunkeer. Van Dessel. Van Haren buitenom. In het midden is Van Hout. Kifu naar de bal toe. Daar. De overtreding. Er was al gefloten. Dus de laatste inzet van Haren. Hoeft al niet meer. Wel met Van Hout en Kifu. Brian. Mag los. Grunkeer. Brian. Moet voor Kalert zijn. Kifu. Hoor je wel met Peters? Ik zie dan de reactie van Kifu en de Claire dat Roda mag gooien. Daar heb je zo de specialisten voor. Sender mag dat doen. Die blijft even liggen. Winter. Mag los. Dani. Mag los. Peters. Van der Leur. Saffarin en Van Hout zijn voorin. Dit is Van Hout. Door op Saffarin was in ieder geval de bedoeling. Die springt dan tegen Kifu op. En hij trof voor Ajax. Ik heb ook meer, inderdaad het idee dat Saffarin meer oog voor de man had dan voor de bal. Kifu. Dank je. Dani. Bezwaart zich een beetje bij Grunkeer. De bal was natuurlijk ook voor Dani niet te bespelen. Zo ongeveer op ademsappelhoogte. Van Hout. Een shot getrokken door Kifu. Gezien door Van Hulten. Weer de lange mannen mee naar voren. Dat moeten toch angstige momenten zijn voor de Ajax-defensie.
Vrij trap door Van der Leur. Weer lekker hoog. Dit is Vierklauw. En daar Van Dessel. Een straf verdedigd van Vierklauw. Het is nog niet eenvoudig om die bal weg te krijgen. Ajax krijgt het niet hoor. Vierklauw. Claire Machelas komt nu eindelijk eens een keer. Dan is de paas niet goed. Winter, een Vierklauw. Krunkjer, moeilijke bal. Kifu. O'Brien. 20 minuten gespeeld. 0-0 tussen Roda en Ajax. Steeds ligt het initiatief bij Rode JC. De grootste kans was er die vrije trap van Van der Leur die op de paal eindigde. Ajax heeft daar nog weinig tegen over kunnen stellen. Kifu. Vrede. Bal over Kifu heen, daar komt Van Hout achter. Kifu herstelt. Als hij maar een kramp krijgt onderweg. Van der Leur gaat ingooien. Richting Peters. Kan doorkoppen. En Zaffari. Schiet op Kifu die op de grond lag. Maar hebben sommige mensen in het stadion Hens gezien. Maar die zijn niet helemaal objectief. Vierklauw. Dani. Claire. Ja, er is ook niet al te veel beweging bij Ajax, zodat de mensen achterin die bal niet kwijt kunnen. Er wordt wat plichtmatig bewogen bij de Ajax-zieden die voor de bal zijn. Dus is het moeilijk de bal kwijt te raken. Dan kom je aan aanvallen niet toe, dan mag je alleen maar verdedigen. Hij natuurlijk ermee. Vrede. Het geldt voor Zender. Het geldt voor Luipers. Het geldt voor Valgaren. Dit is Van Hout. En Grim mag pakken. Laudrup. Runkier mee. Machelas mee. Veel spelers van Roda mee terug. De passing is ook niet goed. Van Haren. Van Dessel. Weggewerkt door Kifu, maar weer terug. Van Haren. Tegen Nieuwenburg op. Nog maar eens een poging. Van der Leur. Peters. Tegen hem net niet lekker mee. De Claire. Ook nu weer geen briljante paas naar Machelas. Ik zag ook het gezicht even van Jan Wouters, die ook niet echt op wat ben ik gelukkig staan. Van der Leur. Zaffari. Van Hout komt er niet aan dankzij Kifu. Laudrup naar Nieuwenburg. Winter komt dan.
Dan staat hij stil. Machlas beweegt hij naar buiten. En dan is de paas niet goed. Vierklauw zit daartussen. Kifu. En weer Rode JC. Dani. Winter. Machlas in het midden. Laudrup is er rechts. De mogelijkheid voor Ajax, Laudrup op het dak. Dan zie je de counters inderdaad goed benut, zoals Ajax dat vorig jaar deed hier in de Amsterdam Cup. Het maakt er niet uit hoe vaak de tegenstander aanvalt. Vierklaar, Winter. Nieuwenburg. Zeder wint van. Mag los. Laudrup. Winter. Terug naar Laudrup. Inderdaad, dat was de bedoeling. Brian, Renkier. Renkier kreeg zo even van Wouters te horen wat hij verkeerd deed. Peters met Kifu. Tolgaren. En Van Haar. Van Dessel. Valgaard. Van der Leur. Dani is er even lastig. Laudrup. Nieuwenburg gaat de hoek in. Laudrup verkiest Winter. Achter de man gespeeld. Van der Leur gooit richting Zaffari. O'Brien verdedigt en kan die bal laten lopen voor een doeltrap. Junkier, die even van positie heeft gewisseld met Dani. Dani nu meer in het midden. O'Brien. Van der Leur. Van Hout. Winter tik naar vier. Luipers. Houdroep. En Dani. Ik even ruimte te hebben voor een schot. Nieuwenburg. Peters. Kifu. En Peters als laatst. Dus mag Ajax gooien. Hier, kom op. O'Brien richting Grunkje. Brian, mag los. Winter. Ah.
staat los buitenspel. Maar de afgelopen minuten speelt Ajax tenminste op de helft van Roda. Daar was in het begin van de wedstrijd zeker geen sprake van. Inderdaad naar Winter. Volgaren moeten verdedigen. En de corner voor Ajax. Ziet het. Iets minder dan een half uur gespeeld in deze wedstrijd. De laatste minuten is Ajax bezig zich iets wat te herstellen. Roda ook niet meer zo dwingend als in zeg maar, de eerste 20 minuten. Runkier. Kifu. Peters maakt zich goed breed. Dat moet vier keer komen en dat doet hij. Runkier. De actie van Kivu. Die dus daar weg is. Van Hout naar Davy Zaffari. Twee spelers van Roda. Het schot van Zaffari. Is verrassend snel geschoten. Snelle uitbraak. Ingeleid door het goede lichaamswerk van Peters. Zaffari schoot. Maar Van Hout de enige man van Roda mee voorin was. Waar er ook al vier Ajaxiden terug waren. En het is weer tijd voor de lange mannen. Van de deur. De beweging is er bij de lange heren. Waait uit elkaar. Peters komt daar. Al weggekopt door Kifu, die nu geblesseerd naast het doel ligt. Ajax even met 10 man. Dat heb je zelf volgens mij nog niet door. Dit is O'Brien. Laudroep, Runkier links. Bal is te hard. Dan krijgt Roda een doeltrap. Maar Kifu naast het doel alvast wordt behandeld. Nuttig zijn ingreep zo even bij die corner. En wel met gevolgen. Dani. Van Hout zet zijn lichaam iets stevig in. Van der Leur gaat hem door. En Volgaren en Winter bakkeleien wat. Hier Kifu. Lijkt weer fit om binnen te stappen. Dit gebeurde er in het duel wat hij daar aanging. Maar kan Peters niet aan Kifu. Maar hij is ook weer terug. Hij is compleet en Kifu in balbezit. Mag los. Gaat zelf liggen. O'Brien. Ja.
Zeden. Kalas. Ja. Nou ja. Hij kan ook veel meer rust betrachten bij dit soort gelegenheden. Er was niemand in de buurt. Een keer. Claire. Niet langs Zweden. Peters komt goed voor Brian. Zafferin. Peters. Maar de bal is niet goed gespeeld door Zafferin. Maar Peters moet er erg veel meters maken. O'Brien. Slechte bal. Van Dessel zit ertussen. Van Hout. Van Haren goed mee opgekomen. En door niemand een strookbreed in de weg gelegd. Van Haren het schot. En geboxt door Grim. Tweede. Bal over Peters, hè? Dat is op zich ook nog. Verrassende schot van Haren. Dat Grim wegbokste. Rani. Mooie beweging. Zonder in de midden. Want dit is Zafferin. Zender. Goed ingegrepen weer door Dani. Vier klauwen met Van Haat. De vrije trap is er in het voordeel van Roda. Variant. Gelijk met het Luipers gaat schieten. Dus zo staan ze wel opgesteld. Luipers. In de muur van Dessel. En corner voor Roda. Beweging is er nu van de Leur bij de corner. Vliegen alweer een heleboel mensen heen, maar Kief Fu wint wel erg veel luchtduels. Handig weggestapt door Vrede. Dit is wat minder handig, daar zit Winter tussen. Van Dessel moet verdedigen. Nu naar Kent. Winter vindt dat Van Dessel eigenlijk nog zwaarder mag worden gestraft. Dan met alleen een vrije trap dan. Kifu, Rani, Brian, Leclerc, Zafferin meegelopen, ook niet de traagste. Dit keer goed Kalas. En weer in Kifu, een kopduel van Peters. Van Hout. Weer Kifu. Ja, aan Kifu heb je wat. Erik. Bal achter. Oh, schiet er niks meer op. Nog steeds. Er schiet niks meer op. Voorzitter, een vraag van Ajax. Die toch wel aan moet zien. Met name in het begin van de wedstrijd. Zijn ploeg niet aan de pas kwam. Een fase gehad dat Ajax ook wat op de helft van Roda kon spelen.
Maar Roda al punten voor, terwijl de stand nog steeds 0-0 is. Leclerc. Mag los. Winter. Ajax heeft eigenlijk geen kans gehad. Dani. Er is ook geen contact tussen Dani en Maglas. Ja, nu wel. Net even niet. Peters. Van Haren. Van Dessel. Van Leur. O'Brien namens Ajax. Dani. Zaffarin. Dani kwam wat veel in. Nee, de vrije trap gaat naar Ajax. O'Brien. Dani. Goed werk van Vrede. Daar komt O'Brien. Vrede is er niet van onder de indruk. Deze overtreding van Kifu is niet zo lekker. Een gele kaart voor Kifu is het gevolg. Plus het opstootje wat daarop volgt. In de 41ste minuut. Kifu met de overtreding op Vrede terecht bestraft met geel. Want Kifu veel te hoog zat met zijn been. Over de bal heen blokken. Daar komt Kifu rechts. Twee benen ook in. Over de bal heen vol op Vrede. Dat is met recht een smerige overtreding te noemen. Ook een overtreding waar je een tegenstander zwaar mee kunt blesseren. De straf van Hulten was een terecht. Sender. Peters komt, vier klaar komt. Leclerc. Van der Leur laat lopen aan Van Dessel. Weer Peters met vier klauw. Lunkier. Maglas. Winter. Laudrup op rechts. Van der Leur ertussen. Van Hulten heeft gezien dat Van der Leur de tegenstander naar achter trok. En dat heeft Van Hulten goed gezien. Laudrup. Achter Dunkje. Dessel. Peters. Van Hout. Nieuwenburg was goed naar binnen geknepen. Winter. Vierklauw, lastige bal ook. Dan kan Vierklauw goed uit. Dat is het veld. Dat Nieuwenburg daar apart speelt. Hij tikt eerst met zijn linkerbeen de bal aan. Zodat hij met zijn rechter in het luchtledige maaien. Winter, Lunkier, Laudrup gaat op rechts. Daar moet je gebruik van maken. Dat doet Lunkier. Laudrup, verdedigd door Van Haren. Een corner voor Ajax.
Jong mee voorin. Verdedigend koppen, dat kan niet. Dat hebben we al een paar keer gezien. Lastige bal die bij de eerste paal draaide richting Aaron Winter. Wat komt niet uit bij Dani, dit is wel O'Brien. Krijgen er 2 minuten bij. Zo wordt zo even aangegeven door de vierde official. Twee minuten extra, die gaan dus nu in. Dessel gaat op links. Klaar. Volgaarde goed. Van Dessel. Peters. Sender. Van Hout. Maglas geeft aan waar hij wil hebben. Gaat richting Grunkjer. Tweede. Kalac. Zal nooit zijn sterkste punt worden. Vrij trap voor Ajax. Overtreding van Vrede tegen Dani. De trap komt van Dani. Mag los en bijna Kifu erachter. Volgaarden zat daar gelukkig voor Roda nog even tussen. Dat is ook meteen de laatste actie van de eerste helft. We dus besluiten met 0-0. Dit is Gilio Vrede. Van der Leur had een hele knappe vrije trap. Die op de paal kwam. Dat was eigenlijk de grootste kans in de wedstrijd. Waar Roda met name in het begin domineerde en goed speelde. Ajax daarna wat gelijkwaardiger, maar er straalt weinig klasse van uit bij de Amsterdamse ploeg. Dat was vorig jaar niet veel anders. Toen counterde Ajax zich naar een 3-0 overwinning. En een paar keer werd duidelijk dat Ajax counterend toch best wel wat in huis heeft met heren die voorin lopen die wel wat met een bal kunnen. Maar Roda had het eerder kunnen afmaken. We gaan naar beneden naar Hans Kraaij junior. Paul Peters, aan jou de eer om de eerste helft even samen te vatten. Ja, ik denk dat het moeilijk spelen is langs beide kanten. Ja, het veld, de bal staat van hier naar daar. Maar we proberen voetbal te spelen. Ik denk dat wij de beste kans hebben gehad. Maar het zit momenteel nog wel gesloten. Dus we hopen om de tweede helft nog iets beter te voetballen en een doelpuntje mee te pikken. Lange spelers kunnen meestal slecht uit de voeten op harde velden. Dat valt bij jou aardig mee, Bob. Ja, ik heb er weinig problemen mee. Ik zal het zo zeggen, het is voor iedereen moeilijk. Maar ik heb er evenveel problemen mee dan de ander. Dus het is niet zo dat ik niet echt mobiel ben. Wat mogen de tweede helft van u, zeggen de Belgen tegen elkaar, en van Roda verwachten? Ja, ik hoop dat we meer pressing kunnen voeren. Nog meer de bal in de ploeg houden en proberen zo snel mogelijk een doelpuntje te maken. Je zegt proberen. Er moet meer overtuiging in, Bob. Ja, ja, we gaan alles iets proberen. We gaan het doen ook, maar we gaan eerst proberen en zo wel zien waar we stranden. Succes tweede helft. Dank u. Marleen, dit was Belgische Bob. We gaan nu naar jou in de studio. Het is hier absoluut niet koud. Volgens mij wel. Hier in ieder geval niet. Hans weet de jongens toch altijd wel leuk te motiveren. Goed, het is rust in Kerkrade. Wij gaan er even uit voor de reclame. We zijn zo weer bij u terug. Hans.
Ja, ik sta hier met Jan Reker, oud-trainer van onder andere Rode JC. Jan, ik mag Jan zeggen, wat vond je van de eerste helft? Ik moet zeggen, het was een echte wedstrijd die past bij de Amstel Cup wedstrijd. Op het hele veld 1 tegen 1, heel veel strijd, veel duels. En beide ploegen die gaan om te winnen, want er is natuurlijk geen herkansing. Dat is het mooie. Het nadeel van deze wedstrijd is het harde veld, de wind, de temperatuur en dat er nog geen goals gevallen zijn. Nee, die gaan vanavond zeker vallen. Dat is ook het mooie van Amsterdam voetbal. Er moeten goals vallen, want er komt een winnaar. Mensen zeggen wel eens, vooral in Amsterdam, als trainer van Ajax, moet je altijd met twee buitenspelers spelen. Eén spits. Jan Wouters is begonnen met twee spitsen, twee aan de zijkanten, maar dat heeft hij snel weer omgegooid. Maar mag het sowieso? Ja, maar als je kijkt, hij zet Dani, wat eigenlijk een linkspoot is, zet hij op het links neer. Nou, die speelt meer naar de bal toe en maakt de actie met de bal naar binnen als Kronkjaar. En Kronkjaar in de spits, dus die twee posities heeft hij omgedraaid. Nou, dat zijn minimale wissels. En als daar nou heel Amsterdam van ongerust wordt, ik zou het niet doen. Nee, ik vind het ook, een trainer moet spelen naar de mogelijkheden van zijn ploeg. Jij vindt dus, als Jan Wouters in de komende weken afwijkt van zijn drie spitsen systeem, wat hij dan nu incidenteel doet, dat moet kunnen? Ja, natuurlijk, want de intentie om te spelen is hetzelfde. Je kan ook zeggen dat Ajax altijd met vier spitsen gespeeld heeft. Met nummer 10 heel kort bij de spits. Nou, dat doen ze nu ook. Alleen nu hebben ze een linksbuiten die niet de diepte zoekt, maar die de combinatie zoekt. En met de dribbel binnen door. Nou, als we daar nou allemaal wakker van moeten liggen, dan heb ik andere dingen wakker van te liggen. Ik sprak net Bob Peters. Lange mensen kunnen doorgaans niet goed uit de voeten op deze velden. Maar bij Roda Vrede, Peters, niet geheel onaardig. Ja, dat heeft ook met lef te maken natuurlijk. Het is ook zo, hoe groter dat je bent, hoe hoger dat je zwaartepunt ligt. Dan heb je een nadeel bij, maar als je lef hebt, kun je dat compenseren. Nou, Peters en Vrede zijn natuurlijk jongens met heel veel lef. En die zijn niet bang om te vallen. En dat zie je in hun spel. Jij houdt van een gokje. Je mag eventjes een gokje wagen, Jan. Zeg maar wie er doorgaat. Ik hoef geen uitslag. Ik gok op Roda. Omdat Seffen Gozen jouw vriend is? En omdat ik met Roda ook een keer van Ajax gewonnen heb in de beker. Dus met 1-0, dus daar gok je nou weer op. Dankjewel. Veel plezier, tweede helft. We gaan er even uit voor de reclame. Daarna Marleen. Iedereen hier op Kaalhuiden is er helemaal klaar voor. En het is nog steeds niet koud. Het is tijd voor de tweede helft van Roda JC tegen Ajax. Stand is 0-0. Wie plaatst zich voor de kwartfinale? Dat is de vraag. We gaan het de komende drie kwartier zien. We gaan terug naar Kaalheide, naar Leo Oldenburger. Spelers van Roda en nu ook van Ajax komen weer het veld op. Het staat 0-0. En u hoorde het Jan Reker in de rust zeggen. Hij was de trainer van het team van Roda dat één keer in de beker van Ajax won. Dat was de enige keer tot nu toe. Dat was in 1991 door een treffer van René Hofman. En voor de rest in 11 keer bekerwedstrijden tussen beide ploegen. Ging 8 keer de winst naar Ajax en 2 keer eindigde het gelijk. De gelijke stand die we ook nu hebben. Maar er zal een winnaar komen. Ontegenzeggelijk. Dat werkt nou helemaal zo in een knock-out systeem. Of we weten het in de volgende 45 minuten. Anders gaan we verlengen via het golden goal principe. Voorlopig nog niet gescoord, maar dus nogmaals de beste kans in de eerste helft. Een vrije trap van der Leur was die op de paal kwam. En daar tegenover heeft Ajax zo goed als niets kunnen zetten. Geen wijzigingen zo op het eerste gezicht. En Peters en Van Hout mogen gaan aftrappen namens Roda. Van der Leur, richting Zaffarin. Er zat de Claire tussen. Luipers. Sender. Van Hout kon er niet bij komen. Omdat je op dit veld dus moeilijk kan corrigeren. Rukjer, die nu weer in het midden staat geposteerd samen met Maglas. Dani weer vanaf de linkerkant. Zo begon Ajax deze wedstrijd ook, maar al snel switchten Rukjer en Dani. Van Houten op Van Dessel. Valgaard onder andere mee voorin. En Van Hout. Maar bal weer weggekopt door Kifu.
een hele goede wedstrijd speelt centraal achterin. Hoofdpijn heeft. Van de vele ballen die hij al heeft moeten koppen. Van der Leur kan laten lopen omdat Laudrup als laatste aan die bal is geweest. Die helemaal is komen meehelpen verdedigen. Nieuwenburg mag gooien. Smokkelt een meter of 5, 6, 7. O'Brien vangen door Vrede, maar dit is Winter. Buiten spel dan voor Dunkier. Rode mag door. O'Brien. Zender. Zafarin glijdt dan nog meteen een paar meter door. Rukje, overtreding van Zafarin. Zij trof snel genomen. Claire. Magloos ligt op de grond. In botsing met een speler van Roda die ook richting de bal ging. Wel over de zijlijn, zodat even behandeling voor Maglas nodig is. Maglas legt van Hulten uit dat hij een elleboogje heeft gekregen. Loopt wat moeilijk verder. Een keer sportief terug, omdat Roda de bal buiten de lijnen speelde zo even toen Maglas op de grond lag. Dani is dan vriendelijk voor Roda. Van Hout met Kifu. Zafarin. Daar is Van Haren. Goed gespeeld. Nu het vervolg. Weer Kifu die ertussen zit. Van Haren. Van Dessel buitenom. Van Dessel krijgt die bal. En mogelijkheid nogmaals Van Hout. En het is weer Kifu die ervoor springt. Zender gaat dan neer. Maar Ajax is in deze wedstrijd Kifu toch al heel wat dank verschuldigd. Ajax is nog niet uit de problemen. Wouters die wat vloekt. De verdediging hier op Zender. Daarvoor kreeg Roda toch een aardige kans met Van Hout. Het schot wat wederom werd geblokt door Kifu die overal voorspringt. De verdediger daar. Van der Leur, mooi. Het wordt een eentonig verhaal, want wie zat er weer bij? Kifu. Mooie variant met de bal van Van der Leur op Vrede. O'Brien. Dani. Is dat te belopen?
Ja, in eerste instantie wel, maar dan het veld. Dat is een factor. Van der Lucht. Van Hout dus met een kans zo even, die werd verijdeld door Kifu, die ook nu weer bij hem loopt. Dit. En weer Kifu. Dus een kamikaze-piloot zich overal inwerpt. Peters. Maakt Hens. En krijgt zo de bal mee. Twijfeling bij Peters, maar de scheidsrechter Van Hulten heeft alweer gelijk. Van Hulten fluit goed. Mag los. Winter. Nieuwenburg. Van Hout. Peters. Van Hout. Dessel. Nieuwenburg. En Laudrup. Winter. Dat loopt man. O'Brien. En mag los even weg. Mag los. Grunkjer, door Kalas naar buiten genomen. Ook in de wetenschap volgens mij, dat je als aanvaller, in ieder geval als speler, vol in galop achter een bal aangaande, niet veel grip hebt. Maar even weer Ajax de counter eruit. Even Maglas weg. En Grunkjer. De Klerk. Grunkjer. Van Haren goed gepositioneerd. Winter moest die bal laten gaan. Dat hij ook geen afspeelmogelijkheid had. Doekje van Vierklauw, ook dat weer gezien door Van Hulten. De scheids ontgaat niets. Safarin. Kan niet veel uithalen. Is daar weer lastig voor Laudrup. Van Haan. Van der Leur. Safarin is daar achter nog. Daar komt ook Peters. Peters springt er wat wild in. Ja. Ook nu weer een goede beslissing van Van Hulten. Kifu, Maglas, Dani, is weer geswitcht met Grunkje. Oh, Maglas, maar buitenspel. Even een kleine onachtzaamheid bij Roda achterin. Daar het buitenspel van Maglas. In de afgelopen paar minuten twee keer gezien dat Maglas even wat ruimte kreeg of nam. Kifu. O'Brien. Winter. Dessel zit daar goed tussen. Valgaar. Van Haren. Daar Zaffarin. Of ik denk het waarschijnlijk zelf ook hoe hij die scherpe voorzet van Haren missen. Want scherp was hij. Daar komt Safarin. Hij speelde niet echt veel. Maar het blijft nog steeds 0-0. Corner voor Van der Leur. Waar Roda langzaam maar zeker toch wel de voorsprong mag gaan nemen. Peters. Nog een keer. Safarin. Laatst aangeraakt door Maglas.
hij het probeert. Claire wint van Zaffel. Atlas kwam terug vanuit het spel, maar dat was in het midden. Van Laudrup, die gebruik maakt van het veld, omdat hij daar langs Van Haren glipt. Dit is ook goed. Kalas hier, daar komt Grunkjer. En Kalas daar weer. Dus dan kun je, zou je twijfels hebben over de voetballende kwaliteiten van Kalas. Maar keeper, waar je je handen mee mag gebruiken, dat doet hij goed. Maglas zegt tegen Grunkjer dat hij moet praten, want dit was een actie waarbij ook Kifu goed naar de bal kwam met zijn hoofd. De overpeinzingen van Wouters en het schrijfwerk van Olderiekerink. Dani en Grunkjer nu met z'n twee op rechts. Dat kan ook niet de bedoeling zijn, denk ik. Nieuwenburg. Sim. Van Hout.
ze opzoeken. Van der Leur krijgt er niet bij van Hout. Luipers. Zaffari. Van der Leur. Van Hout. Van binnen. De Claire. En dan de overtreding van Hout. Dunkier, Volgaren. Sender. Knap. Van Hout meenemen. Kifu. Oh, die heeft al geel. Van Hulten stuurt Kifu met twee keer geel, dus rood, naar de kant. Kifu kreeg volkomen terecht in de 41ste minuut geel voor die overtreding op Vrede. En pakt er nu een gele bij. Tot in de 19e minuut naar rust. Dat was niet zo slim. Kifu er hierin. Ja, de bal was al voorbij aan de verdediger. En hij ging vol voor de man. Niet de eerste keer dat Kifu met rood naar de kant mag. En Kifu doet een heleboel dingen goed. Ik denk dat Ajax deze jongeman veel dank verschuldigd is, want hij gooide zich werkelijk overal voor. Maar is wat onbesuist. En dat komt hem wederom op rood te staan. En dat is toch zonde. Zonde voor Ajax. Want Kifu speelde goed. Van Hulten had gelijk. Kon niks anders beslissen. Nu dus Ajax met 10 man verder tegen 11 van Roda. En ze zijn een van de belangrijkste, een van de beste spelers kwijtgeraakt. Van der Leur met de vrije trap. Vrede moet hem laten gaan. Weggekopt door de Claire. Nou, Wouters moet dus wat gaan omzetten. Peters. Mag los. Dani. Winter. Nou, O'Brien is een linie naar achteren geschoven. Dunkier. Nieuwenburg. Vrede. Van Dessel. Valgaren. Van Dessel. Laat hem aan Peters. Van Haren. Claire die overal met Zaffari meegaat. Dani, Laudrup. Mooi. Krunkje. Dani, Winter. Weer Dani. Mooi actie. Dan volgt geel voor Volgaren. Een mooie actie van Dani.
Rijk. Dat Volgaren zijn been staan. Bij zo'n vrije trap als deze merk je niet dat je een man minder op het veld hebt. Dani. Ja, de Claire speelt nu centraal met Vierklauw achterin. En O'Brien is links achterin gaan spelen. Daarvoor twee middenvelders die wat controlerend moeten werken. Winter en Dani. Daarvoor de drie. Laudrup, Grunkier en Magloos. De positiewijzigingen naar de rode kaart van Kifu. Kort terugkaats door Magloos. Luipers. Peters. Algaren krijgt er niet bij Van Hout, er zit Winter tussen. O'Brien. Schafferin. Van Haar. Dessel. Mooi. Van der Leur was de bedoeling in ieder geval. De bedoeling was goed van Van Dessel. Loopactie van Van der Leur ook. Kom maar, leg maar. Van Haren. Overtreding van Grunkje. Van Luipers. Peters heeft vastgehouden door Vierklauw, die daar zelf ook last van krijgt. Omdat Peters zich los aan het drinken was. Uit spel, achterin is Zafferin. Dani. Dat is Van der Leur. Winter, te maken met Van Dessel, Dani, het over Van Haren, Van Dessel, Van Haren, Peters, Van Dessel, Van Hout probeert er nog wat van te maken en heeft daar gelijk in. En Roda mag gooien. Van der Leur. Peters legt terug op Van Haren. Niks doen. Van Dessel. Van Haren. Volgaren. Peters. In de herkansing. In de volgende herkansing. Valgaren vastgepakt. Daar komt Van Hout. En dan liep O'Brien lastig
in de weg. Voor deze Van Hout. Dat is pas aangeschoten, hè? Staat bij Peters. Niet zo'n grote kans als dat hij eerder in de tweede helft kreeg voor Van Hout. Toen hij voer voor sprong. Vier klaar. Jobber. Drukker. Dani. Laudroef op links. Het gaat via Maglas. Het gaat terug naar Dani. Ook zonder handen zo'n beetje de langste man daar in dat 16 meter gebied. Zaffarin met O'Brien. Goed weg vandaan. Maglas. Van heel ver. Coach Jan Wouters. Dat is wel nodig ook. Peters. Drunkje. Dani. Laudrup. Het zijn toch eigenlijk de mensen die als Roda niet aan de bal moet laten komen. Van der Lucht. Zaffarin. Vierklauw stopt het dan. Zaffarin gaat dan wat veel door. Van Hulten moet het ook wel kort houden. Het heeft alles met het veld te maken. Dat heeft hij goed door. Vallen natuurlijk op zo'n snoeiharde bodem. Daar komt Winter. Ja, dat valt gewoon niet lekker. Want hier keurig de bal binnen. En Winter schoppelt hem wel degelijk onderuit. Ze was zo sportief. Om nog even van haar aan te tikken. Vrij trap door Van der Leur. Dunker stond te dichtbij, maar ja, dan hoef je die bal natuurlijk niet te nemen. Zaffarin verspeelt daar de bal. Laudrup. Volgaarde
zorgt ervoor dat de counter niet verder zich kan ontwikkelen. Goed werk van Hout. Zaffari. Buitenom gaat Sende aan de rechterkant. Sende. Niet zo vaak op eens gehaald. Had een corner uit. Via O'Brien. Arno Domernik komt dan in de ploeg. En hij doet dat voor de Gio Vrede. Domernik weer een middenvelder. Dat was een moment geweest waar je Vrede nog wel had kunnen gebruiken volgens mij. De corner van de Lubbe. Peters. Kan hem niet naar beneden krijgen. Heng helemaal achterover. En dan kun je die bal ook niet meer knikken. Grim. Luipers. Die het centrum vormt met Volgaren. Die dus een positie naar achter is gegaan. Speelt op de positie van Vrede. En Domernik speelt op het middenveld nu. Dominic Zaffari weer er binnen door te sluipen bij O'Brien. Dominic van Hout, goede lichaamsbeweging. Dominic door, Dominic. Oh, dat was even invallen geweest. Mooie actie van Hout, het doorgaan. Door laten gaan van Zaffari, dat is ook niet slecht. Kans vervolgens voor Domernik. Luipers kopt. Van Dessel is links. Moest in de rechts doen. Overkant springt en zingt zich warm. Dan komt de sfeer in het stadion wel ten goede. Gaan we zo langzamerhand kruipen richting de laatste 10 minuten van dit duel. En nog steeds een stand van 0-0. Zaffari van der Leur. Roda verdient natuurlijk wel de treffer. Zaffarin. De laatste 10 minuten zijn ingegaan. Dus natuurlijk de extra tijd die er nog wel bij zou komen. En wellicht dus de verlenging. Volgens het goal-and-goal principe. Ik heb toch zwaar het idee dat het goal-and-goal principe nu al geldt. Luipers met Laudrup. Buitenspel.
Roze won natuurlijk dit seizoen alles van Ajax. Dat was in de competitie in de Amsterdam Arena. Brunkier. Afwas. Dani. Slimme dag van Laudrup. Sinder. Van Hout met O'Brien en De Clare. Sinder. Snel. Vier klaar op weg. Winter mag los. Laudrup. Technisch de meest briljante. Rian Laudrup. Dominique van Hout. Hens. Volgende de scheidsrechter van Hulten. Dit die bal niet. De Clare. Nou, Laudrup. Kalac. Van Haren. Nieuwburg naar Kaal. Jesper, Jesper. Vier klauwen naar Grunkje. Langs Van Haren, maar daar is ook nog Van Dessel. Laudrup wacht iets te lang af, zender weigeren daar aan mee te doen. Dit is wel O'Brien. Naar Laudrup. Zender weet dus dat hij weer komt. Laudrup. Huppakee. Het is wel mooi hoor. Luikers voorkomt aan balbezit voor Winter. En dan Zaffari. Dominique. Die bal lopen voor Peters, maar ja, die kon ook niet meer terugkomen. En voor Dominic was die bal ook net te hard. Mag los. Brunkje. Nieuwenburg. Vrij trap in het worden van Ajax, overtreding van Van Haren tegen Nieuwenburg. De trap komt van Dani. Twee Ajaxiden in de 16 meter. Winter en Maglos. Weggekocht door Sender. Dit is O'Brien. Kalac. Peters glijdt weg. Vierklauw profiteert. Winter. Overtreding van Peters tegen Vierko. Zit in de laatste 5 minuten. De Clare naar O'Brien. Laudrup. Goed. O'Brien doorgelopen. Zaffarin moet verdedigen. Krijgt een duwtje. Dan loopt daarom die bal over de achterlijn. Dan levert Ajax een corner op. Drie Ajax-ieden in de 16 nu. Bij deze corner, Winter raakt hem aan, bijna mag los. Er zat volgaren ertussen.
Vierklaar. Opening richting Drunkje. Drunkje. Mag los bijna. Dit is Laudrup. Laudrup. Wilde het bekeken doen. Maar hij speelde recht in de handen van Kalac. Dominic. Van Hout. Met de kleed in zijn rug. Weer Dominic. Weer Van Hout. Luipers. En Van Haren. Lani zit ertussen. Dessel. Dani Veel. Niks aan de hand. En zo mag Ajax gooien. Dankzij de werklust van Dani. Winter. Peters. Kootje gehaakt door Aron Winter. En die zwaaien nog flink naar. Blind vanuit dat Van der Leur het weer gaat doen. In de eerste helft trof hij de paal. Nu raakt hij grip. Laudrup. Van der Leur en Dominic zorgen voor balbezit van Roda omdat Laudrup de overtreding maakt op Arno Dominic. Luipers. Dunkier. Peters. Dani. Neergehaald door Dominic. En die krijgt ervoor geel. Vierde gele kaart in de wedstrijd. Eerder over het kwam dat Valgaren. En twee keer dus Kifu. Die in de 19e minuut van de tweede helft zijn tweede geel kreeg. Sinds die tijd speelt Ajax met een man minder. Als ze lijken de 90 minuten te gaan redden met 0-0, dus gaan we zo dadelijk verlengen. We krijgen er wel 3 minuten bij. Laudrup. Valgaren. Van Hout. Die de grootste kans kreeg van de tweede helft. Voorbij aan Dominic. Drunkier wint van Dessel. Dominic is kansloos. Van Haren is kansloos. Maar we zitten in de extra tijd van dit duel. Laudrup. Drunkier kan. Dit is ook een optie. Peters. Naar Van der Leur. Zende buitenom. Van der Leur met deze bal. Peters achterin. Komt hij eraan met zijn hoofd. Legt hem terug op Zafferin. En dan van Dessel. Peters doelpunt. 1-0 voor Roda JC. Van Dessel met het schot. En Peters die bal van richting veranderde volgens mij. En in de extra tijd krijgt Roda toch de goal die het verdient. Zuur voor de 10 Ajaxiden, zuur voor Jan Wouters dat hij in de extra tijd valt.
Maar vreemd gezien het wedstrijdverloop is het zeker niet. Zaffarin terug naar Van Dessel. Van Dessel schiet. Peters raakt hem aan, toucheert hem zodanig dat Grimm er niet meer bij kan. Dus moeten we hem op naam schrijven van Peters. Omdat, als hij hier niet was aangewezen, Grimm die bal had gepakt. De reactie bij Ajax op de bank. Niet veel reactie. Het schot van Van Dessel. Van richting veranderd door Peters. De 1-0 voor Roda. En normaal gesproken was dit dus al de golden goal binnen de 90 minuten. En het is dus voor de tweede keer in de historie, als dit zo blijft, dat Roda een bekerwedstrijd van Ajax weet te winnen. In 12 beurten. Ajax krijgt nog wel een vrije trap naar de overtreding van Dominique op Winter. Hier de doelpunt te maken. Een krachtig schot van deze Dani kan natuurlijk het Roda-feestje nog flink bederven. Zelfs Fred Grimm is nu zo'n beetje over de middenlijn. Vrij trap van Dani. Dani in de muur die wat vroeg uit kan lopen via Gersen de Vierklauw. En de wedstrijd is voorbij en gelopen. En Roda JC dankzij Bob Peters door naar de kwartfinale van het Amstel Cup toernooi. En ik zie dat Hans al klaar staat met Jan Wouters. Dat doet hij snel. Jan Wouters, mensen willen wel eens lopen zeuren, lopen zeiken. Ik denk dat jullie alles goed gedaan hebben. Vooral de tweede helft wat je goed kon doen. Vooral tactisch. Ten eerste moet ik zeggen dat je op zo'n veld natuurlijk... met de spelstijl dat je zelf graag wil voetballen, vind ik in het nadeel bent. Roda heeft type spelers wat eerder diepte kan kiezen. Dus het is dan moeilijker. Maar ja, inderdaad, ik vind dat we de kansen die we weg hebben gegeven zijn uit statische situaties. Nou, dat weet je bij Roda, dat ze dan veel gevaar hebben. We hebben zelf wat kansen voetballend gecreëerd. Ja, dan zit het niet mee. En zeker niet als je dan laatste in blessuretijd goal tegenkrijgt. Ben jij boos op Kivu, die weliswaar erg goed speelde, maar wel weer erg makkelijk twee gele kaarten pakt? Ja, ben ik niet met je eens. Erg makkelijk. Ik vond de tweede gele kaart vond ik een botsing. En dat vond ik nou niet echt een gele kaart dat hij bestraft moest worden daarna met zijn tweede met rood. Maar als je al één keer geel gehad hebt, dan ga je toch niet zo'n botsing aan? Nee, maar ja. Een botsing, je kan zeker als 19-jarige, dan kan je nog wel eens de situatie verkeerd inschatten, alhoewel ik geen gele kaart vond van mijn zicht. En, ik vond van wel hoor. Je zegt zelf al, hij speelt heel goed, maar hij is 19. En ja, dan weet je dat soort dingen nog kunnen gebeuren. Jij moet ongetwijfeld heel tevreden zijn geweest vanaf het moment dat Dani en Winter centraal door het middenveld gingen spelen. Toen was er rust en was er goed voetbal. Bij vlagen aardig voetbal. Ja, op het moment van de rode kaart wilde ik Dani naar het middenveld halen. De knoppen erbij zetten, maar toen kwam om inderdaad wat voetballend wat meer op middenveld te komen. Maar toen viel de rode kaart en toen kon het niet meer. Jan, ik vind het heel knap van je dat je na deze teleurstelling gelijk komt. Wat is de domste vraag die je de afgelopen weken gehoord hebt? Nou, heb je even tijd? Ik denk dat de mensen je lekker met rust moeten laten. Heel veel sterkte, Jan, en succes. Dankjewel. Seffen Goossen, gefeliciteerd met de overwinning. Ik vond dat jullie erg sterk starten. Ik vond Ajax, nadat ze met 10 man kwamen te spelen, beter. Nou, beter in zoverre dat er... kijk, er komt wat meer ruimte voor hun. Dus ze gaan ook wat meer zwerven. En beter betekent dat ze dan wat sterker zijn. Maar ja, de eerste, en dat was, dacht ik, nog met 11 tegen 11. Die ene kans, die bal, die ze elke kallers uit de hoek haalt. Voor de rest is Ajax eigenlijk niet echt gevaarlijk geweest. Dus ze hadden wel controle met 10 mensen.
Ja, controle, maar wij bleven ook dreigend. Ik vond niet dat ze beter waren. Ze kwamen wel iets meer op onze helft. Je hebt vorig jaar je eigen ploeg tegen Ajax 70 minuten erg goed zien spelen. Toen kreeg je de counter op je kop 0-3. Heb jij de laatste 20 minuten even gedacht van, wij gaan dezelfde kant op. Ajax gaat weer aan het langste eind trekken? Nee, ja goed, een goal kan er natuurlijk vallen. Maar Ajax was wat meer aan de bal, kwam ook wat meer op onze helft. Maar ik had zelf vanaf de bank niet het gevoel van, ja, daar komen echt de kansen uit. Een trainer die gewonnen heeft, die wil het liefst in de zweet in de kleedkamer champagne drinken. Sef, ga dat gauw doen. Het is je gegund. En geniet ervan. Ja, dank je. Dank je. Gefeliciteerd. Dat was Sef Vergoossen. Samen met Jan Wouters, die gelijk ook weer voor onze camera's verschenen is. Ze moeten Jan Wouters maar lekker met rust laten. Marleen, dat doen wij ook. Zo is dat. En Roda gaat naar de kwartfinale, dames en heren. 92e minuut was het Bob Peters. Vanavond waren er ook nog drie andere Amstel Cup duels. Zometeen, na de reclame, krijgen we eerst NEC tegen Excelsior, Eredivisie tegen Totodivisie. We zijn zo bij u terug.